Het wokgebeuren heeft weer toegeslagen. Ja, heb je het gezien? De deugneuzen die vonden elkaar weer, ja in dit geval, bij Op1. Ja, en het ging dan over het SBS-debat, weet je nog. En dan ging het ineens tussen Timmermans en Wilders. En toen zei Wilders tegen Timmermans, die zei op een gegeven moment, ja, u kunt wel eisen. Je kan eisen, nee, die zei, je kan eisen tot je een ons weegt. Ja, maar dat zal wel even duren. Meer niet. Dat was alles. Het grapje was gemaakt. En hij doelde natuurlijk op het gewicht van Timmermans. Maar hij zei dat niet. Hij zei niet, maar dat zal wel even duren in jouw geval, ik noem maar wat. Nee, hij zei alleen maar dat zal wel even duren. Hij liet het gewoon in de lucht hangen. Maar iedereen begreep, oké, het gaat over het gewicht van Timmermans. En iedereen lachte en dat was even een kort steekje tussendoor. Klein grapje en klaar. Nee, en dat gaan we dus nu. Dan bij Op1 gingen ze het eens eventjes lekker uitvergroten. En dan gingen ze er eens even heerlijk op zitten met z'n allen. Ja, en ook met die Thomas van Groningen. Ook van de afdeling overgewicht. En die begon dan van, ja, ook met zo'n deugneuzen gezicht. Dit moet je niet willen. Als ik dat ook hoor ook. Ja, dit moet je niet willen. Oh, nou zeg, het is wat. En toen zei die Pieter, die van de Weeromstuit, de Pieter Omzicht, die riep ook ineens van, ja, dit was weinig fraai. Die ging ook ineens meelopen deugneuzen. Ja, en Timmermans had ook zoiets van, ja, nou wel, hij heeft het toch niet nodig. En Wilders heeft van pesten zijn business gemaakt, hij is een pestkop. En dit was eigenlijk geen geintje, zei Timmermans. Nou, vrienden, het kan ook, je kan ook helemaal niks meer zeggen. En dan gaan ze daar over dit kleine grapje. Hè? Ja, even, mensen die lang zijn altijd aan de beurt geweest. Mensen met rood haar, kale kop, ook altijd aan de beurt. Ja, en als je klein bent, ben je ook altijd aan de beurt. En bedoel, dat kan dan allemaal niet meer. Je kan dus helemaal niks meer zeggen. En dan gingen ze, op deze manier probeerden ze dan die Wilders een beetje toch zwart te maken. Ach. En ik zou wel tegen Geert willen zeggen, hey, trek je er niks van aan?